Via Cultura presenteert Jongeren in de knel. Waarom onderwijs niet altijd goed aansluit. We praten met Marco Mout van Walhallab, Ad Jong van Nutrecht en lokale professionals over oplossingen en over talentontwikkeling. De live muziek komt van Dr. Justice en de Smooth Operators. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. Dames en heren, welkom terug in het tweede uur van Via Cultura. We hebben even van plek gewisseld, maar ik sta even hier, want voordat we naar het journaal gingen, wilde jij aan iedereen een vraag stellen. Dus misschien wil je de vraag nog even herhalen. Ja, doet dit? Ja, ik wil de vraag eigenlijk stellen aan iedereen die met onderwijs bezig is. Want de mensen die luisteren bijvoorbeeld, hè, schoolleiders of zo. Bij ons in Zutphen is het heel normaal dat iedereen mag binnenlopen. Als hier iemand zegt nu van joh, ik wil morgen naar Zutphen komen en ik loop naar binnen en tot in de techniekruimte of in de muziekkamers, dan mag je gewoon naar binnen. Mm-hmm. Want ik vind het heel belangrijk dat de wereld ergens binnen kan komen. En als ik morgen een school binnenwandel, in Sliedrecht, in Papendrecht, in Dordrecht of in Rotterdam, dan word ik waarschijnlijk door de portier al helemaal in elkaar gemet voordat ik bij de receptie ben. Ik kom niet door de poortjes. Ik kom niet eens door de poortjes heen. Als ik gewoon eens in de klas wil gaan zitten en wat gebeurt daar? Ja. Wat leren jullie nou? Ik nodig je van harte uit. Ja, dat dacht ik, Jeroen. Dat ga ik gelijk doen. Daar ga ik ook gelijk gebruik van maken. Want dat vind ik een super tof idee. Nee, maar even, Jeroen. Alle gekheid op een stokje zou ik bijna zeggen. Maar hoe gaat dat echt op het Dalton? Nou, op het leerpark hebben we op zich wel een leuke, bijzondere situatie. Die wordt, als het aan ons ligt, steeds leuker. Omdat we met heel veel schoolinstellingen bij elkaar op een redelijk kleine ruimte zitten. En dat is ook een kracht waarvan we hopen dat we die uit kunnen breiden in die nieuwe leerroute, omdat we met het ROC Da Vinci onder andere daaraan willen bouwen. Ja. En mogelijkheid willen creëren om in te zetten op die talenten van de jongeren. Ja. Dat klinkt, ja, ik hoor het mezelf zeggen, want het klinkt als een soort van hol begrip inmiddels, want ik heb het al zo vaak gehoord en zelf ook uitgesproken. Ja. Maar toch hoor ik ook hier vanavond weer dat daar wel de sleutel ligt. Kijk, we hebben een term van leren als waren het kennis door strot te duwen ongeveer. Mm-hmm. Maar als we leren zien als ontwikkeling en het ondersteunen van die ontwikkeling, dan denk ik dat we het daarin met elkaar allemaal eens kunnen zijn. Ja, even die vraag van Marco, hoe reageer jij daarop? City Academy, zijn mensen er welkom? Zit de deur op slot? Nee, de deur is absoluut open en er komen elke dag wel 3, 4, 5 mensen binnenlopen die willen zien wat we daar aan het doen zijn. Dus dat is volledig open. Iedereen welkom. Dus ja. Het valt hier mee, Marco, maar dit zijn ook wel bijzondere voorbeelden misschien. Ja. Ja. Ik ben er blij om dat te horen natuurlijk, want wat bij ons gebeurt bijvoorbeeld, wij hebben een fantastische muziekruimte ontwikkeld bij onze chillroom. En daar kwam Gordon Grootherder binnen. Nou, Gordon Grootherder zegt hier helemaal niemand iets. Dat zou je wel wat moeten zeggen, want dat is de producer van echt de topartiesten. Tot Armin van Buuren met zijn laatste hit toe. Die komt bij ons binnen en die gaat bij ons zitten spelen. En wat ontstaat er dan? Dat de leerlingen die met muziek bezig zijn, we hebben echt hele goede gasten bij ons binnen. Die zeggen, hey, wat een chille gozer is dat, joh. Ik heb gehoord dat die Armin van Buuren zijn laatste hit heeft geproduceerd. Ja, dat klopt. Die wandelt gewoon bij ons binnen, weet je wel. Die denkt, ik vind dat chill dat we hebben, ik loop daar eens gewoon naar binnen. Niemand heeft die man tegengehouden met zijn petje en zijn zonnebril. Ja, maar eigenlijk is jouw boodschap, we staan als organisatie gewoon midden in die samenleving. Ja, je moet in de wereld durven staan. Kijk, het onderwijs bereidt mensen, jonge mensen voor op de wereld. En houdt de wereld eigenlijk best wel een beetje buiten. En ik denk dat het onverstandig is. Ik denk dat het heel erg onverstandig is. Ja. En nou ja, ik denk ook dat we steeds meer zien in de regio, maar ook wel landelijk, denk ik, dat daar wel een beweging in zit. En hij gaat nooit zo snel als dat we zouden willen. Maar als het gaat om sterk beroepsonderwijs, de overheid die zich daarmee bemoeit, en dat moeten ze misschien niet te veel doen, maar uiteindelijk heb je elkaar ook op dat vlak nodig, zie je wel beweging. Alleen de wereld om ons heen gaat nu eenmaal keer 40, 50 sneller. Ja, maar ik ben dan wel nieuwsgierig, en ik weet niet of je het antwoord erop hebt, maar waarom dat zo traag gaat in dat onderwijs. Ik bedoel, ik noemde in het eerste uur Sir Ken Robinson. Zijn eerste speech was van 2002. In 2012 begon hij een beetje te landen in de onderwijswereld. Daar zit 10 jaar tussen. Wat veroorzaakt nou dat het wat stroperig of wat traag gaat? Daar heb ik
van allerlei ideeën over. Nou, brand los. Wellicht heeft het te maken met de mensen en de professionals die momenteel nog aan de knoppen zitten. En daarmee, en misschien kun je deze vraag ook aan mijn overbuurman stellen. Want ga ik doen. Ik schat zomaar in dat hij net wat meer jaren ervaring heeft dan ik. Maar dat zou een van de redenen kunnen zijn. Dat daarin de boel nog inderdaad een beetje industrieel vastgelopen is. Mm-hmm. En niet die leerling, maar het systeem dan. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Van, ik denk dat mensen die aan de knoppen zitten, die zijn misschien net zo oud als ik. Dus dat is redelijk oud. Dus dat schiet niet op. Die zijn niet allemaal zo jong van geest als ik dat ben. En ik denk dat de financial engineering, hoe zit het financieel in elkaar, dat zorgt voor conservatisme. Want de financiële stromen, als mensen het financieel op orde hebben en hun leraren kunnen uitbetalen en dingen voor elkaar houden, dan is er weinig noodzaak tot... Ja. Je ziet nu even een rare verhaal misschien met die COVID, dat ineens teammeetings ineens binnen een maand kunnen, waar we ervoor zeiden dat kan allemaal niet en je kunt niet van afstand leren en dat soort dingen. En het kan allemaal wel, als je maar gedwongen wordt. Maar het moet wel een omgeving zijn die dwingt. Een van de leukste dingen die ik op het Noordse Jazz Festival heb geïntroduceerd, vond ik zelf tenminste heel leuk. Misschien vinden jullie er geen reet aan, maar ik vond het leuk. Ik kon daar wat dingen zeggen. En daar komen topartiesten uit de hele wereld, allerlei stijlen en zo. En toen zei ik, weet je wat, als we nou eens één zaal reserveren voor jam sessies tussen al die toppers. Die mogen elkaar allemaal ontmoeten. Toen werd gezegd van, ja, maar Miles Davis Band die gaat echt niet spelen met de Tower of Power. Nou, wat denk je wat er gebeurde? Dus wel. Dus daar werden ontzettende crossovers bereikt, gewoon met publiek erbij. En daar werden eigenlijk een paar kaders losgelaten, weet je wel. Dus we gaan niet alleen maar zeggen van, er mag een, twee bassisten kan niet. Nou, op een gegeven moment stonden er vier bassisten. En Bootsy Collins, nou dat is echt mindblowing, weet je wel. Dus wat ik denk, ik ben een heel saai mannetje verder hoor, want ik ben kaal en ik heb saaie kleding aan. Maar ik hou van ontzettende out-of-the-box manier van denken. En dat botst natuurlijk wel met een systeemwereld die zegt van, ja, maar het moet wel binnen kaders. En Jeroen gaf dat ook aan. Dat is ook een financiële wereld. Tegelijkertijd, als je meer als onderwijs, als een onderneming gaat denken, dan ga je ook flexibeler opereren. Want dan zeg je, nou, daar werkt het niet zo goed. Dan moeten we het zo doen, want dan werkt het beter. Wij zijn constant flexibel aan het opereren. Dat is ook spannend, maar dat houdt je ook heel scherp. Ja. En dat is voor het onderwijs per definitie moeilijker. Dat zeg ik niet dat het slecht is, maar het is moeilijker voor ze. Want het is groot, het is log, het bestaat al jaren. Er zitten mensen aan de knoppen die eigenlijk naar de knoppen zijn, om het maar even zo te zeggen. Dus ik heb er wel ook begrip voor. Ik kan het me ook voorstellen, weet je wel. Ja, maar ik ben dan toch een beetje op zoek, want die professionals in het onderwijsveld, ik bedoel, ik heb de afgelopen 10 jaar heel veel leraren gesproken, die willen heel graag ook anders kunnen opereren. Ja, en, Die moeten het dus kennelijk ook doen met de handrem erop. Ja. Ja. Wat maakt nou dat die handrem erop blijft zitten? Angst. Ja. Nou ja, volgens mij is het inderdaad de angst om te veranderen. Want men heeft natuurlijk zijn kennisbasis vanuit het verleden. En daar ontleent men de macht aan die ze nu hebben. Dus het is hartstikke moeilijk om te veranderen. Dat weten we volgens mij allemaal wel. Van je gaat niet zomaar veranderen. Mm-hmm. Dus je moet je echt toe gedwongen worden. En misschien zijn wij wel degene die mensen daar moeten dwingen om dat te doen. Toen ik vertrok ik ben bij mijn eigen opleidingen eruit gegooid. Ik ben ontslagen met een rechtszaak. Die rechtszaak heeft het ROC aan alle kanten keihard verloren. En toen zeiden ze, nu hebben we een vertrouwensrelatie en nu moet je alsnog weg. Ik zou je vertellen, alle dingen die ik had verzonnen met competentiegericht onderwijs en overgang tussen jaren van de studie, binnen 3 maanden zat er een opvolger van mij en die voerde de rapporten weer in. Die liet ze zitten. U blijft zitten dit jaar. Ja, want er was zoveel afwezigheid opeens dat als ze niet dit soort instrumenten gingen inzetten, dan kregen ze gedoe met de leerplichtambtenaar, want er zat gewoon niemand meer in de klas. Ja. Nou ja, dus dat is een goed punt. Dat zijn die kaders die we met elkaar ooit een keer, toen was ik er volgens mij nog lang niet, nou, waar het om gaat is dat die man zich had af moeten vragen, waarom zijn mijn klassen opeens leeg? Zou dat soms komen omdat ik hier zit? Ja, dat is wel een hele enge vraag. Maar dat is wel wat het was. Ja. Mijn grootste zorg, dat wou ik uitspreken, ik moet veel lezingen geven. Ik hou niet van standaardlezingen, doe ik niet. Maar ik moet vooral veel workshops geven op lerarenopleidingen. Ja.
En als ik ergens somber van word, dan is het op de leraaropleiding workshops geven. Daar zitten zulke moedeloze jongens en meisjes, sorry dat ik het zeg, die eigenlijk al zo geleerd hebben om niet dingen te doen die wel nodig zijn. Ja, en dan kom je daar en dan doen wij een dag workshops met onze studenten. Dan trekken we de hele tent volkomen op z'n kop. En dan zeggen ze daarna, fucking hell, zo wil ik lesgeven. Kwaliteit. Marco, als ik nou jou eens een vraag mag stellen. Hè? Stel dan dat jij dadelijk directeur-bestuurder bent van die, noem die leraaropleiding, zo'n club. Hoe ga je daar veranderingen aan brengen? Dat kan ik precies vertellen. En dat zeg ik ook omdat we met heel veel pedagogie-studenten te maken hebben bij ons bij het Walhalla, die bij ons willen leren en stage lopen. Het eerste jaar gaan we geen boeken lezen van professor die en deskundige zus en therapeut zo. We gaan het eerste jaar leren kijken naar mensen. We gaan leren kijken naar kinderen. We gaan leren kijken naar en we gaan leren luisteren. Als wij op een leraaropleiding vragen, leren jullie kijken naar mijn pedagogiek? Visie is gebaseerd op drie dingen. Kijken, kijken en kijken. En daarna ga je handelen. Nou, wat ik zie op de leraaropleiding is dat ze alle theorieën kennen. We hebben het vandaag ook weer met onze studenten besproken. Ze kennen alle, laten we zeggen, manuals van als een kind dat doet, moet je aan dat knopje draaien, gaat het zo beter. Zo werkt het niet. Dat is niet de praktijk. Dus als ik een leraaropleiding mag vormgeven, en ik ben er nu intussen ook voor gevraagd, dan zeg ik het eerste jaar wil ik geen enkel boek. Ik wil alleen maar dat die leraar... We houden dit even vast, want ik ga jullie weer blij maken. Ad, je wil het zeggen. Nou ja, ik geef ook die trainingen op die scholen. En ik heb dat boekje geschreven. En ik kwam erachter, en eigenlijk vind ik dat nog steeds, als je met die mensen over lesgeven gaat praten, als je met docenten over leerlingen gaat praten, als je met managers over docenten gaat praten, dan ben ik ze al kwijt voordat ik begonnen was. Want er is geen docent die je kunt vertellen, wist je wel dat je geen verstand had van de hele groep die je voor je hebt zitten. Ja. Maar wat de oplossing, dacht ik, was, ik ga nu over leerlingen praten, ik ga over honden praten. Ik ga over paarden praten met ze. Want dat vinden ze wel leuk, want ik heb geen paard en ik heb geen hond en daar heb ik geen verstand van. En als ik dan, en ik neem maar mijn trainingen, nam ik ook mijn hond mee. En dan kan je zo een hele groep docenten op een rij zetten en mijn hond wandelt binnen. En binnen 3 minuten heeft hij feilloos die docent eruit gezocht waar het altijd chaos in de klas is. En dan ga ik dat ook nog eens een keer niet zeggen. Maar dan laat je die groep gewoon zachtjes ontdekken van, goh, waarom weten jullie wel waarom die hond bij jou net doorliep en alleen maar snuffelde en bij jou überhaupt met een boog om je heen liep en waarom die bij jou nou net kwam staan en dat hij zijn kop op je knie legde en dat jij dacht van, goh, wat een aardige hond, die ga ik aaien en dat die hond toen tegen je op ging staan omdat je dacht, oh, nou vindt hij me echt heel aardig, het is echt mijn beste vriend en toen kon hij op je schoot zitten en toen legde hij zijn kop over je schouder en toen zei ik, zullen we allemaal eens opstaan? En toen zei iedereen ging opstaan, behalve jij, want jij bleef zitten, want er zat gewoon 30 kilo hond op je schoot. Ik zei, ja, maar nu moet je toch echt even opstaan. Ja, maar dat betekent dat jij een omweg maakt om... Ja, en de fucking grap is dat als jij in het bedrijfsleven gaat kijken, gaat ieder duur bedrijf, gaat om de zoveel tijd naar de manege van Annemarie van de Toren en dan krijgen we allemaal die toptraining van leadership, horse leadership, want als je niet met een paard kan omgaan, hoef je bij de Porsche ook niet te denken dat je een team verkopers kunt leiden. Ja. Maar een docent of een lerarenopleiding of een manager op een school, die heeft nog nooit een paard bij wijze van spreken van dichtbij gezien. Dat is wat je moet doen. Die docenten voor een hond neerzetten en zeggen, zet dat beest op zijn plek. We gaan even naar Marco. Ja, wat Ad zegt is natuurlijk in zekere zin waar. Wat ik best wel verdrietig vind... En niet dat ik een janker ben, maar vind het best wel kloterig. Wij hebben meemaakdagen bij ons. En dan kan je dus, iedereen mag dat, kan je een dag inboeken, ga je de hele dag mee draaien. En dan komen heel veel leraren doen dat. Uit middelbaar beroepsonderwijs, VWO, HAVO's, maakt niet uit. Schoolleiders, we hebben het team van Dream School bij ons gehad. Die dachten van shit, Dream School bestaat al, zeiden ze. Hartstikke leuk. Het vervelende is dat ze 's avonds in het gastenboek gaan schrijven. En er staat dan in van shit, dit is waarom ik het onderwijs in wilde eigenlijk. Maar ik doe dit niet op mijn school. En dat vind ik dan best wel verdrietig. Als ik dat soort notities zie staan, denk je, die mensen zijn een dag bij ons geweest, hebben voor het eerst sinds hun start van hun carrière het gevoel dat ze nu onderwijzer zijn, leraar zijn.
Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat die school dan blijkbaar... En ik zeg, ik vind het gevaarlijk om te generaliseren, want ik ken ook gelukkig een aantal scholen die echt lef hebben en die aan het veranderen zijn. Maar ik zie de grote meerderheid van de scholen, zie ik nog een hele voorzichtige, angstige, hou die hond maar buiten de schoolsfeer houden, want dat wordt veel te confronterend. Ja, en dat vind ik zorgelijk. Hey, ik geef naar Jeroen. Ja, dat heeft er denk ik ook wel mee te maken dat ze denk ik bij jou, Marco, in een omgeving terechtkomen waar heel veel gebeurt, heel veel dynamiek is, de creativiteit tegen het plafond aanspat en ga ze maar door. Maar op die school moeten zij het zelf inrichten. Ja. In die klas moeten zij dat doen. Ja. En dan ontbreekt het ook wel, en dat zeg je denk ik zelf ook, aan een soort van lef. Kijk, dat is niet alleen die manager die dat moet organiseren. Dat is in die klas toch echt die docent zelf die dat mag organiseren. Ja, klopt. Ben ik met je eens. Ja. Maar nou ken ik ook een aantal scholen, middelbaar onderwijs, waarbij ze op die school zeggen tegen de jongeren, richten jullie die klasse nou eens in. Maak jullie eigen honk waar je les wilt hebben en we laten de leraren bij jullie op bezoek komen. Ja, is dat al een beweging die zou helpen? Dat is wel grappig dat je dit zegt, want ik ben in september begonnen met een nieuwe groep en dat is precies wat er gebeurd is. Ze hebben de klas ingericht, naar eigen inzicht. Ik ben niet overal mee eens, maar goed, dat hoeft dan ook niet. Maar ze hebben hem ingericht als hun. Het is ook geen lokaal. Mm-hmm. Zij komen daar gewoon met plezier binnen. Ja. Nou, dan sta je als docent, sta je al gewoon gelijk. Dan heb je geen strijd te voeren bij binnenkomst, maar dan is er al een goede sfeer. Nou, en als je dan vervolgens ook nog wat regie uit handen durft te geven. Nou, werk ik op een Daltonschool. Dat zou ik wel heel vreemd zijn als we dat niet deden. Ja. Maar, en je gaat er op een beetje eigentijdse manier mee om. Waar ook in dat ondernemerschap, wat ik net al hoor, dat moet terugkomen. Daar kunnen we niet onderuit. Dus we zijn daar wel mee bezig. En we hebben zo'n ruimte als waar we nu zitten. Het is onmogelijk dat we die daar niet voor nodig hebben. Ja. Ja. En wat brengt, je zegt nu deze ruimte. Wij zijn hier heel graag te gast. Het is een waanzinnig gave hal. De creativiteit spat er vanaf. Maar waarom zeg jij dat je zo'n soort ruimte nodig zou hebben? Omdat dit de wereld is. En deze wereld kunnen wij binnen de schoolmuren nooit evenaren, creëren. Klopt. Okay. Ga ik even naar Rudy Jan, want jij bent betrokken bij deze wereld. Ja. Hoe ziet die betrokkenheid eruit en wat maakt deze wereld, deze hal, Biesbosch Hal, City University huist hier, wat maakt deze wereld zo uniek? Nou, dan ga ik even terug naar van wat Jeroen net ook zegt, van het gaat erom dat wij hebben de illusie gecreëerd van een maakbare wereld. En die dat wordt ons, je hebt John Lennon met Working Class Hero, je hebt de Supertramp met School. We worden vanaf de paplepel worden we ingegoten dat we in een bepaald stramien moeten. En al onze vrijheden, al onze creativiteit wordt liefst ergens om zeep geholpen in plaats van gestimuleerd. En volgens mij deze omgeving... Ja, Sir Ken Robinson zei, School kills creativity. Ja. En ik denk dat weten we allemaal. En wat nog eigenlijk triester is, want wij hebben allerlei initiatieven ontplooit voor die paar mensen die buiten de boot vallen. Maar al die mensen die dus binnen de boot zitten, mm-hmm. die raken hun creativiteit misschien nog wel meer kwijt. Want die accepteren het. Misschien is dat nog wel erger. Dus eigenlijk, we hebben het over een probleem wat we gedefinieerd hebben, wat eigenlijk nog een beetje klein is. Maar misschien is het probleem wel veel groter. Want al die mensen die gewoon in de stramien zitten en straks chef Lozingen van AXO worden. Ja, weet je, dat is misschien wel een veel groter probleem. Hmm. En wat wij hier proberen is gewoon een niet te maakbare wereld. Maar de wereld zoals die volgens mij een beetje is. De ene dag gebeuren de gekke dingen. De andere dag gebeuren de mooie dingen. De andere dag wordt iets lekkers gekookt. En de andere dag wordt er mooie muziek gemaakt. En dat moet allemaal kunnen. Maar dan denk ik van is ook niet de opdracht aan scholen. Juist om dat stramien te bieden, omdat ze op die manier ook die samenleving in moeten stromen. En dan kom je toch in dat industriële proces. En dan ga je vanuit dat industriële schoolproces, dat industriële werkproces in, waar je daarna in mag tot je 65ste, 67ste, 68ste. Mag ik daar iets over zeggen, Gert-Jan? Marco, ja. We hebben afgelopen jaar met het Windesheim College in de Hogeschool Windesheim in Zwolle, zijn we een project gestart, het Honors-programma.
En daarin heeft de Windesheim samen met ons een dwarsdoorsnede van alle studenten van alle verschillende opleidingen bij elkaar gezet in een jaarprogramma. Dus dat betekent, er zaten bedrijfskundestudenten in dat programma, maar er zaten ook creatieve studenten, journalistieke studenten. En die werkten gezamenlijk aan projecten die wij met hun hebben uitgevoerd. En dat was voor de eerste keer dat een hogeschool zo grensoverschrijdend binnen hun zuiltjes van opleidingen samenwerking organiseerde. Het is een enorm succes geworden. Vooral ook omdat je ziet dat een bedrijfskundestudent, die misschien niet creatief is, maar samen kan werken met een creatief student in een heel groot team, hele bijzondere dingen kan creëren. Dus ja, we zien dat we gelukkig vanuit het Walhalla met dat soort opleidingen iets kunnen bereiken, omdat die dat ook durven. Die durven ook op een gegeven moment te zeggen, nou, we moeten dit toch wat gaan doorbreken. We zoeken daar die externe partner bij, die ook een andere sfeer naar binnen brengt. Want wij nemen een ondernemende sfeer mee naar binnen. En ik vond het een van de leukste projecten die wij met onze teams hebben gedaan afgelopen jaar op een hogeschool. Dat was het honorsprogramma met Windesheim. En ik ben er ook apetrots op dat al die studenten geslaagd zijn. En ook met behoorlijk goede cijfers. En ook met ander soort beoordelingen dan normaal. Namelijk niet alleen maar cijfers over hoe goed je in iets bent. Maar dat je ook kon laten zien, wat heb je dan bereikt? Wat heb je gedaan? En hoe ben je gegroeid als leerling? Of als student? Ja, ik vond het echt een waanzinnig, een hele leuke, bijzondere samenwerking. Dat is op zich een heel mooi voorbeeld om te horen. En in jouw hele verhaal, ook in het eerste uur, klinkt voortdurend door dat je echt teams bouwt met mensen met hele verschillende disciplines, ervaringen, achtergronden en talenten. Ja, dat klopt. En dat heb ik geleerd van mijn vader. Mijn vader heeft een groot bedrijf opgericht in Rotterdam. Een technisch bedrijf, waardoor we allemaal droge voeten hebben. Hij heeft onder andere gezorgd dat alle Delta-werk dingen op de juiste plek staan. En hij zei vroeger al tegen mij, je moet zorgen dat je in je team niet alleen maar mensen hebt die doen wat jij zegt, maar die ook tegen druk durven te organiseren. Ik ben een hele eigenwijze man. Ik weet precies wat ik wil. Maar ik vind het onwijs gaaf als er nu iemand naar mij toe komt die zegt, Marco, je zit wel wat te lullen, maar volgens mij kan je het beter zo doen. Ja. Jeroen, ik kom toch even weer bij jou. Je zei in het vorige blok al dat een ruimte als deze inspireert en dat je zo'n soort ruimte nodig zou hebben. En dat je dat als school eigenlijk mist. Jij bent een programma aan het bouwen vanuit jouw school. Samen met City University, zei jij. Onder andere, ja. Hoe ziet dat eruit? Wat wil je in dat programma aan doelstellingen gaan bouwen? Wat wil je gaan bereiken met de kids die daarin komen te zitten? Nou ja, het is wel mooi wat er ook net gezegd wordt, is dat we eigenlijk de focus bij creatieve programma's ligt vaak op jongeren die niet binnen de lijntjes lopen. En die lijntjes die hebben we van tevoren met elkaar bedacht. En nou ja, een paar procent valt eruit en daar bedenken we dan wat leuke dingen voor. Even heel plat gezegd. Mm-hmm. En waar wij nou juist naar zoeken vanuit die Dalton vakopleiding is, kunnen we voor een brede doelgroep die binnen die schoolmuren prima presteert, maar kunnen we daar een lijn voor neerzetten, een route voor neerzetten, waar ze met meer plezier en meer eigen inbreng tot inzichten kunnen komen voor henzelf. Ja. Kijk, en dan hebben we ook weer te maken met allerlei wet- en regelgeving, want die 15-jarige mag maar 35 uur stage lopen, maar dan wel in, dat hopen we dan, dat er heel veel ruimte is om te ontdekken. Mm-hmm. En die ruimte, die kunnen we in een omgeving zoals deze, in deze, de wereld heb ik net gezegd, die kunnen we daar creëren. Daar kunnen we het bedrijfsleven bij betrekken, daar kunnen we cultuur bij betrekken, daar kunnen we, iedereen is welkom heb ik al gehoord, dus wees welkom. En laten we dan met elkaar zo'n wereld ook verder creëren. En daarom hebben we ruimtes zoals deze. En hebben we bedrijven en hebben we scholen en hebben we elkaar nodig. Ja, en nou ben je die leerroute of die dat project aan het ontwikkelen. En is dat dan voor iedereen vanuit jouw opleiding toegankelijk? Of is het voor een specifieke doelgroep? Of zijn er dan toch de kinderen die op een andere manier aandacht nodig hebben, die daarin terechtkomen? Hoe ziet dat eruit? Nou, een van de van de criteria die we gesteld hebben, is dat het een vrijwillige keuze moet zijn. Dus ik heb geen jongeren in mijn groep die gedwongen daar zitten. Mm-hmm. Ik heb jongeren die daar graag willen zitten. Ja. Dat scheelt al een hele hoop. En die hebben die keuze bewust gemaakt omdat ze graag willen doen. Dus dat is wel een gemene deler, dat het jongeren zijn die graag doen.
Ja. En op die manier zich willen en kunnen ontwikkelen. Die gewoon... En dat zegt helemaal niks over niveau. Dus in dit geval ja, het zijn jongeren met VMBO basiskaderniveau. Maar als ik naar mezelf kijk, heb vroeger dan ook Zevental Dalton Lyceum mogen zitten. En ik was dan zo'n ateneumfiguur, maar ik had ook liever gedaan. Alleen ik ben gewoon in dat stramien gebleven en ik had niet de bal om eruit te stappen. Ja, nou, ik verbaas mij mijn hele leven al dat we dat VMBO of vroeger LTS of dat we dat altijd kwalificeren met dat is lager opgeleid. Ik bedoel, het is vakbekwaam geschoold. Anders ja, opgeleid. Dat is natuurlijk ook een onzin van anders opgeleid. Ja, ja. Dat vind ik altijd wel een hele bijzondere. Nou, wat je ook zegt, ik heb een mooi voorbeeld van Remco, die zat bij ons, die was toen 17, zo dyslectisch als een deur, ging nooit welke startkwalificatie dan ook halen, maar die was in zijn vrije tijd een DAF-truc uit elkaar aan het halen. Nou, die hebben wij nog een beetje gekneed en naar een bedrijf gebracht en die is nou met motoren aan het werk en die is helemaal op zijn plek gekomen. Maar die had geen startkwalificatie, kon ook nooit een brief schrijven, kon nooit op een normale manier in het bedrijfsleven, maar op deze manier wel. En dan gewoon het talent eruit pikken en iemand in zijn passie zetten. Ja, maar wat zeggen Marco? Ja, ik heb een boekje bij me in mijn tas. En wie het leuk vindt, die mag het zo wel even zien. Het gaat over Wiebe. En Wiebe die is van school geflikkerd, van de HAVO. Binnen 1 jaar eigenlijk al. En de motivatie was, hij kan zich niet concentreren. En hij is niet gefocust. En hij is niet dit, hij is niet dat, en dus niet zo. En toen kwam hij via leerplicht bij ons. En toen vroeg aan Wiebe, wat wil je met je leven gaan doen? Heb je een idee? Nou, school is absoluut kloten en dan ga ik nooit meer terug, ik haat het. En hij ging een tijdje door zo. En toen voelde ze, is er nog wel iets leuk in het leven? Toen zei hij, ja, schilderen. Dus dat kwam mooi uit, want we hadden net een contract gesloten met zo'n vakopleiding voor schilders. Dus ik was met mijn Rotterdamse manier van denken, zo hokjes denken, daar heb ik heel veel last van. Zei ik van, nou, volgens mij kan je wel bij een schildersbedrijf gaan werken. Hij zei, schildersbedrijf? Pleur op, joh. Ik ben abstract schilder. What the fuck? Abstract schilder. En toen vroegen we aan hem, goh, heb je werk bij hem? Zei, nou niks, maar ik heb wel iets op mijn mobieltje. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd, ik zag het werk, ik viel van mijn stoel. Wiebe is nu een jaar verder, gaat terug naar school, zijn schilderijen verkopen voor gemiddeld €1400 per stuk. Dat geld gaat deels naar hem, deels naar zijn studie, deels naar zijn toekomst, deels naar de kunstacademie. En het leuke is dat ik naar zijn directeur van zijn oude school ben gegaan. Toen heb ik gevraagd, hoeveel thuiszitters heb jij? Hij zei, nou, ik heb er 5. Ik heb er 5 van school gestuurd. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, weet je wat voor problemen ze hadden? Hij zei, nou nee, ze waren niet geconcentreerd en dit en dus en zo. En ik zag in zijn kamer, in zijn directeurskamer, een hele hoop moderne kunst hangen. En toen zei ik, heb jij trouwens interesse in nog een schilderijtje of zo? Want ik heb nog een schilderijtje te kopen. En ik liet dat ding zien. Hij zei, wow, dat is mooi. Hij zei, dat wil ik wel kopen, ja, vind ik wel interessant. Ik zeg, weet je wie dat is? Dat is van een van jouw thuiszitters. Die man die kreeg een spontane hartverzakking. Die zei, hebben wij deze jongen thuis gezet? Ik zei, ja, klopt. Wiebe is terug naar school gegaan. En weet je waarom? Omdat wij aan Wiebe vroegen, wil je wereldberoemd worden? Hij zei, dat wil ik. Hij zei, Rentwehalp gaat me helpen. Toen hebben we keihard uitgelachen. Hij zei, dat gaan wij niet doen. Want als je dadelijk wil exposeren in Duitsland, in Engeland, in New York of in whatever country, moet ik of mijn team het woord voor jou doen, terwijl jij de kunstenaar bent. Zijn bek viel open. Hij zegt, eigenlijk moet ik dus talen leren. Eigenlijk moet ik dus volgens jullie terug naar school. En toen zeiden we, nee, natuurlijk niet. Je kan gewoon een domme schilder worden. Dat is ook geen probleem. Of je gaat naar school en je leert je Engels, je Duits en je Frans en je kan daar ook jouw werk internationaal verkopen. Binnen een half jaar zat Wiebe op school, begreep hij waarom hij die school af moet maken. En wie zijn werk wil zien, komt zometeen even naar het boekje kijken. En ik zal je echt zeggen, mind blowing. Het leuke is dat de directeur niet wist wat een genie hij op zijn school had. Maar nu heb je ook precies uitgelegd. Wat ik net probeerde te zeggen, dat hij niet wilde leren. Ja? Jij hebt gewoon geregeld, met al die omwegen eromheen. Dat je het snapt, waarom je het moet doen. Ja. Goed, precies. We gaan nog even naar Rudy Jan, want ik wil van jou nog heel graag horen wat City University en wat City Academy, wat jullie nou proberen neer te zetten in Gorinchem en Dordrecht. Nou, wat we eigenlijk proberen neer te zetten, ik zal even beginnen met, want eigenlijk City University, City Academy is een beetje ook van City Academy. Wij in Gorinchem proberen we mensen die in de bijstand zitten, statushouders en jongeren die van school, VS vroegtijdige schoolverlaters, op te vangen en eigenlijk weer in hun passie te zetten. En te kijken, wat wil je? Want het zijn vaak niet mensen die op het VWO zitten. Het zijn vaak mensen die net hun startkwalificatie wel halen of niet halen.
Maar geef ze gewoon een kans om te gaan lassen of om te gaan polyesteren of wat dan ook. En wij hebben een soort beroepentuin ingericht waar mensen gewoon kunnen kijken wat past bij mij. En dan kunnen ze een certificaat halen waarmee ze wel werk kunnen vinden. Ja. En we hebben ook werkgevers daarbij aangesloten. Dus die maken mede die cursus en die cursussen zijn 3-4 maanden. En daarna hebben ze een entree om het bedrijfsleven in te gaan. En het is heel laagdrempelig, het is allemaal heel, het is geen rocket science, het is gewoon heel bazaal. Gewoon iets leren en vervolgens binnen het bedrijf gewoon verder kunnen ontwikkelen. Ja, en dat duurt een 3-4 maanden. Dan rollen ze een bedrijf binnen en blijft er daarna contact? Zijn er vervolgstappen denkbaar? Ja, want de bedrijven maken mede de opleidingen. Dus de bedrijven bepalen wat moet nou iemand die bij mij binnenkomt, wat zou heerlijk zijn als die allemaal al zou kunnen. Die opleiding geven wij en vervolgens geven we ook de kans om na een tijdje om weer terug te komen bij ons en weer een soort alumni vereniging en dan kunnen ze weer terugkomen en een vervolgopleiding doen. Ja. Heel goed. En dan ga ik weer even terug naar Jeroen. Zit daar misschien ook een deel van de sleutel dat die verbinding, want ik hoor dat bij Walhalla ook, want die doen opdrachten voor het bedrijfsleven. Hier is een samenwerking met het bedrijfsleven. Is dat ook de toekomst voor een onderwijsinstelling om te kijken of je die verbinding kunt leggen? Dat moet. Die verbinding die moet er zijn. En dan wordt, als je die verbinding met elkaar gemaakt hebt, en de jongeren die lopen nu van alles en nog wat toffe dingen te ervaren en hartstikke goed. Dan wordt de truc om het te bestendigen. Om ervoor te zorgen dat dit gewoon jaren door kan gaan. Mm-hmm. Dat de kinderen van de jongeren die daar nu lopen, dat die daar ook weer gebruik van kunnen en mogen maken. Dat mijn kinderen daar gebruik van mogen maken. Mijn kinderen nu 3 en 6 jaar. Dat die ook hier mogen leren. Dat moet je niet in de microfoon had. Daar moet je mee oppassen. Want dan ga je het weer net zo vastzetten als dat het nu staat. Nou, ik geloof niet dat is wat Jeroen bedoelt. Hoe bedoel je dat? Nou, ik heb de nu-cultuur speciaal de nu-cultuur genoemd. Omdat iedere keer als ik denk te snappen wat ze willen, dan is het alweer voorbij. En de hele manier waarop ik het probeer in te richten is met dat als uitgangspunt. Iedere keer als ik Utrecht zat in exact zo'n pand. Nu zit het in een oud pand van de Belastingdienst. Snap je? Ja. Ik had ook als een dwaas kunnen gaan zoeken, ik moet een andere hal hebben. Want een hal is... Nee man. Nee, maar goed, ik denk dat het gedachtegoed van het meedenken, het ondersteunen en het ontwikkelen, dat die blijft. Maar dat de inhoud daarvan verandert en dat de passie van iedere jongere en van ieder mens anders is. Ja, dat staat als een paal boven water. Ja. Ik zou Jeroen nog één vraag willen stellen. Stel nou dat jij, Jeroen, morgen aan het bureau mag gaan zitten van Arie Slob. Oh. Wat zou jij onmiddellijk veranderen? Een mondkapje. Ik hoor al mondkapjes. Maar eigenlijk zou ik doen wat Marco net al voorstelde. Ik zou met een aantal creatieve grote bedrijven, met ondernemers, zou ik aan tafel gaan zitten om met elkaar het onderwijs van de toekomst neer te gaan zetten. En natuurlijk, wat er net gezegd werd, dat verandert bij wijze van spreken ieder jaar. Maar dat begint al op de basisscholen, in de peuterklassen begint dat al. Mm-hmm. Dus dat is wat ik zou doen. Ik zou het onderwijs samen als samenleving gaan maken. En dat is volgens mij geen utopie, maar gewoon een mogelijkheid. Een must. Ja. En Rudy-Jan, als we 2 jaar verder zijn, hoe wil jij dan dat er... Wat moet er op dat moment in deze hal gebeuren? Nou, de City staat voor School It Yourself. Dus iedereen die hier binnenkomt, die moet eigenlijk met niet zoveel ideeën binnenkomen. En dan gewoon gaan kijken waar ligt mijn talent. Want een heleboel mensen die hebben wel een idee, misschien ligt daar mijn talent. Maar heel vaak klopt dat niet. En kom je er al na een dag achter als je iets aan het doen bent dat helemaal niet bij je past. Dus het gaat erom dat je vrijheid creëert om mensen hun talenten te laten vinden. Ja. En dat we daar die omgeving creëren waar ze dat kunnen. Okay. En het lijkt me heerlijk als dat, volgens mij gaat dat hier gewoon gebeuren. Ik hoop het, we wachten het af. Ja. Ik kijk even achterbij, daar staan Ben en Bernie. Ja, jullie volgen je talent ook wel, hè? Ja, we verstaan.
Nou, schreeuw maar heel hard. Waar is de hengel? Het is te verstaan, praat maar. Ja. En waar zijn jullie de komende tijd nog te zien? Het is moeilijk. Moeilijk in deze tijd, maar... Ja, dat weet Bernie. Nee, er zijn een aantal dingen afgelast, helaas. Ja, ja. Daar weet hij wel iets over te vertellen. Komend weekend, helaas. Ja, Bibelo-optredens bijvoorbeeld. We moeten geen mensen meer verwachten na de concert. Ja. Want de Power Stage is helemaal als soort DJ-café ingericht. Maar ja, dat mag niet meer blijven. Donderdag de kunstronde. Gaat ook niet door. Zou ja. Door muziek... Ja, er valt een heleboel weg. Er valt een heleboel uit. Jullie gaan wel na het mini-optreden hier even lekker draaien. En dat is in ieder geval op RTV Papendrecht ook gewoon te volgen. Dus dat wordt heel erg mooi. Ik ga nog even naar Marco en naar Ad. Hebben jullie nog kort en krachtig een tip voor de mensen die in deze hal zo graag met jongeren aan de slag willen? Nou ja, ik wil wel eens meedenken met ze. Dus, nou ja, dat vind ik een heel mooi aanbod. Als daar interesse voor is, dan ben ik bereid om... ja, ik ben toch vaker Rotterdam, dus dat kan ik combineren. Nou, dat lijkt me een prachtige uitdaging. Fijn dat je dat aanbiedt. Ad? Ja, nou ja, dat wil ik ook wel doen, maar... als je deze hal wil behouden voor dit soort projecten, dan zul je heel goed moeten gaan wapenen en moeten gaan bedenken wat andere partijen die die hal ook willen hebben. Wat hun belangen zijn, hoeveel euro's ze hebben en wat je er tegenover kunt stellen, wat niks oplevert in euro's, maar wat misschien op een andere manier door iemand in de gemeenteraad of in het bedrijfsleven opgepakt moet worden, omdat hij daar goede sier mee denkt te kunnen mogen willen maken. Ja, maar is dan de sleutel dat je eigenlijk van meet af aan die bedrijven, zoals dat ook eigenlijk nou ja, bij Walhalla gebeurt, dat je die bedrijven hier moet hebben? Ik maak altijd opmerkingen die ik moet uitleggen, maar ik krijg er steeds... Dan moet je weer een boekje schrijven, joh. Ik maak net die opmerking over jou, tegen jou van... dat ze over 10 jaar nog steeds... Nou, dan zit er weer in mijn hoofd... En dat ga ik dan nu zeggen. Ze hebben mij ooit, en dat zullen ze jou ook straks noemen... Er is een term voor. Jij bent een lok-hipster. Ik wist niet dat het woord bestond. En het betekent, je bent een sukkel die op een plek gaat zitten... waar niemand wil zitten. Je gaat er iets moois doen. En binnen een aantal jaren komen er dan mensen met geld die zeggen van... Hé, dat is leuk. Dat is het droeve lot van pioniers heel vaak. Nou ja, maar als je nou maar zorgt dat je weggaat, is niet, weggaan is niet erg. Maar dat de partijen waar je voor gewerkt hebt, met je meegaan. Okay. We gaan eruit, de 2 uur zitten erop. Rudy, Jan bedankt, Jeroen bedankt, Marco bedankt en Ad bedankt. 2 uur lang over onderwijs en jongeren in de knel. We gaan nu lekker naar een mini-concert van Dr. Justice en de Smooth Operators. Tot een volgende keer.